Ook grappig, hè, die details dat er gelijk al van dat aarde in komt, omdat je er water in plaatst. Dat zijn toch kleine details, hè? Welkom, dames en heren, bij een gloednieuwe aflevering van Planet Zoo. In de vorige aflevering hebben jullie gezien dat ik eindelijk ben begonnen aan een gloednieuwe dierentuin, Dierenpark Apentrots. En ik ben er ook zeker apentrots op tot nu toe. We gaan het natuurlijk ook sowieso mooier maken met meer de focus op natuur. Want anders ben ik alleen maar bezig met gebouwen bouwen. En dat is natuurlijk ook belangrijk, want ja, een dierenpark zonder gebouwen is als een appeltaart zonder slagroom. Zo, die zit. En wat we dan gaan doen, aan de rechterkant is het voornamelijk gebouwen. Ik wil aan de linkerkant toch nog een klein beetje natuur gaan creëren. Aangezien ik best wel dicht bij de rand zit. En de rand, die noem ik gewoon, ja, dit noem ik gewoon de rand. De gevaarlijke rand. Niet eroverheen bouwen. Wil ik hier een klein beetje een waterval maken. Gewoon wat rotsen op elkaar stapelen. En dan misschien een klein beetje een heuveltje. En dan hier aan vast wil ik een klein fonteintje maken. Of in ieder geval een klein watervalletje. Dat komt mooier uit. Dat als je hier begint, dat je toch nog even kan kijken naar een klein stukje natuur. Om toch ervan zeker te zijn dat dit park niet alleen maar tussen de gebouwen ligt, maar wel echt een natuurpark moet zijn. Dus heel belangrijk. En ik hou ook ontzettend van natuur bouwen. Dat gaan we sowieso doen. En zelfs in dit kleine groene stukje kunnen wij al wat plantjes maken. En wat nou het voordeel is aan deze game, vind ik persoonlijk dat je echt ontzettend veel keuze hebt in plantjes, in decoratie. En dat maakt het spel toch wel enigszins, nou, niet aantrekkelijker dan Planet Coaster, maar al had dit nou ook in Planet Coaster gezeten, was het echt een hele complete game. Natuurlijk is Planet Coaster compleet, maar dan is het echt een volledig complete game. Kijk, wat struikjes kan je hier plaatsen. Het ziet er toch wel leuker uit. Gewoon een beetje groen. En daarom is dit een eerste teken dat we vandaag lekker de focus leggen op groen. Ik ga eerst even het pad een beetje breder maken naar deze kant. En als het goed is, kan ik dan, als ik dit nou kleiner maak, dit hoekje uitlijnen met rooster. Dan gaan we eentje verder maken. Annuleren, dan wil ik dit stukje. Zo, het moet een beetje rondlopen. Nee, dat ziet er niet uit. Kijk, het mag rondlopen daar. Ja, dat vind ik perfect. En dan dit rondje, er komt allemaal natuur omheen. Maar ik vind het juist heel leuk om een beetje met hoogte en laagtes te gaan werken. Dat gaat sowieso in deze dierentuin gebeuren. Dat je bijvoorbeeld, dat het verblijf een stuk lager is gebouwd. Dat als je giraf hebt, dat je dan niet gelijk naar de poten kijkt. Maar dat je een beetje op de hoogte zit van hun lichaam en hun nek. Dat dat een beetje dezelfde hoogte is als waar de mensen lopen. Ik denk dat dat wel ontzettend leuk eruit gaat zien. Dat gaan we gewoon een beetje lager maken. Het moet niet een heel groot vijvertje worden. En niet zo overdreven groot. Maar je moet wel even een leuk, ja, plasje inkomen natuurlijk. We hebben wild water en rustig water. Rustig. Nee, we doen het natuurlijk wel rustig. Zo. Ook grappig, hè, die details dat er gelijk al van dat aarde in komt. Omdat je er water in plaatst. Het zijn toch kleine details, hè? Ja, het zit er allemaal in. Alleen dit hoekje, dit randje is niet zo geweldig. Kijk, dat ziet er heel lelijk uit. Dus ik ga dat een beetje smooten. Kunnen we dat smooten? Dat kunnen we zeker smooten. Glad maken. Gooi wat water erin. En dan denk ik dat dit al beter draait. Sowieso kunnen we die rand natuurlijk een beetje smooten maken. Door er wat steentjes tegenaan te gooien. En ik moet er ook op letten dat we eventjes, wat is dit nou weer? Kijk dan, rondjes. Oh, hè? Dit zie ik serieus voor het eerst in de game. Je kan shapes maken. Nee, kijk nou. Oh, maar dit is, waarschijnlijk zullen mensen nu zeggen van, Vincent, weet je dit nu pas? Ik zie het serieus voor de eerste keer. Dat je van die bolletjes kan toevoegen. Maar wacht even hoor. Dit is waarschijnlijk om uit te graven of zo. Ik vind het apart, grappig. Ik had het nog niet eerder gezien, leuk. Gewoon een beetje het land ophogen. Het vervelende is dat als je water plaatst, dat je niet echt meer, ja, je kan niet meer echt iets bij doen, zeg maar. Je moet eerst dat water verwijderen. En misschien moet ik daar wel, wacht even, opties. Wacht. Dit moest ook bij Planet Coaster. Terreinbotsing uitschakelen. Even wachten. Vergeet dat even niet te doen. Als je, zeg maar, bezig bent. Nu kan ik waarschijnlijk ook dit gewoon aanpassen. Kijk, let op. Nee, dat gaat niet. Moet ik dan toch het water eruit halen? Oké, dan ben ik toch verplicht om het water eruit te halen. Nou, het geeft niet, want we gaan daar gewoon mooie rotsen plaatsen. En dit is puur, wat je hier ziet, is puur zodat de mensen hier even kunnen, ja, relaxen. Ik zal er een leuk hekje omheen doen natuurlijk, hè. Anders gaan de mensen dadelijk erin lopen in het water. Dat willen we niet. Niet gelijk natte voeten als je aankomt. Ja, waar valt het onder? Een fence, een hekje? Misschien moeten we een hekje zelf gaan maken. Genoeg rotsen, dat is één ding wat zeker is. Ik denk dat we de toendra stenen gaan gebruiken. Dat is toch wel een
Ja, ik vind het toch wel leuk staan. Ja. En ik vind het mooie nog steeds dat je zoveel keuze hebt in die stenen. Dat is geweldig. Je hebt echt veel keuze. Je hebt hier al, even kijken hoor, voor mij 24 stenen, dacht ik. Oh, 18. De Tundra stenen zijn er 18. Nou, ja, in Planet Coaster heb je maar keuze uit misschien 6 tot 9 stuks. Dus het is wel een hele mooie verbetering, zeg maar, ten opzichte van de vorige game. En gebruiken we vooral grote stenen, want hier moet natuurlijk die waterval komen. En vooral is het de kunst om die stenen af en toe een beetje te draaien. En dan ga ik dadelijk kijken, als ik al die steentjes heb geplaatst, wat voor waterval wij kunnen gebruiken. Er zijn ook nog andere kleurtjes, de taiga stenen. Ik denk dat ik het sowieso een beetje kan combineren met elkaar. Ik vind het leuker als je wat variatie hebt met de kleuren, dan dat je zeg maar één steen continu gebruikt. Wees voorbereid met deze serie dat ik waarschijnlijk de meeste tijd kwijt ben aan de details, aan de natuuromgevingen. Want ja, met Planet Coaster ben ik ook ontzettend, nou niet gelijk verslaafd, maar ik ben enigszins wel heel erg happy als gewoon een gebied er gewoon mooi uitziet. Dus je hebt kans dat het er best wel, dat er veel tijd wordt gespendeerd aan het maken van rotsen en natuuromgevingen. Niet iedereen zal daarmee blij zijn, logisch ook, want die zien liever dat ik een achtbaan in elkaar flens. flens, maakt het uit. Ja, de waterlelies mogen ook zeker niet ontbreken hier in het water. Kijk eens even, verschillende waterlelies verspreiden natuurlijk. Ja, een waterval, waar valt dat onder? Valt het dan onder een faciliteit? Waterval? Een waterzuivering? Nee, wacht even, bouw. Ik denk toch dat het bij natuur moet staan, maar waterval midden. Kijk, hier staan ze onder. Ik zag net ook een rat, kijk. Oh, maar dat is ook leuk, maar dan heb je gelijk al meer aankleding natuurlijk. Dat wil ik nog niet gaan doen. Waterval midden. Onderkant heb hier, je hebt een middenstuk, je hebt een bovenkant. Ik denk dat een bovenkant belangrijk is. Kijk, daar komt het water echt uit. En eigenlijk moet die steen die hier zit, moet eigenlijk een beetje een soort van draaien. Dan hebben we hier een middenstuk. Is het overdreven dit? Nee, toch? Dit kan wel. Dit kan zeker wel. Zo, ik vind de watervallen sowieso echt fantastisch in het spel. Echt fantastisch. En ik denk dat ik, als ik dit zo zie, dat er nog wel wat meer natuur mag bijkomen qua planten en qua groen. Nou weet ik niet precies wat er allemaal tussen die, ja, wat kan ik hier tussen gooien allemaal qua plantjes en zo. Dit kan je ook doen, hè? Dat is een soort klimopplantje tegen, zeg maar, de rots aan. Dat vind ik ook wel tof. Ik weet niet of het kan, of het realistisch eruit ziet, maar ach, maak het uit. Je moet ook soms gewoon lekker bouwen wat je zelf ook mooi vindt. Het is vervelend, niet altijd, maar het is vaak wel vervelend als je elke keer moet denken van, is het wel realistisch? Natuurlijk is dat ook belangrijk, maar ja, vaak wil je ook gewoon lekker bouwen zonder erbij na te denken. En dat is, ja, dat is ook gewoon lekker. Nou denk ik dat het wel leuk is dat die rotsen aan de andere kant ook een soort van nut moeten hebben. En ik moet sowieso dat gras even dumpen, want dat ziet er ook niet zo mooi uit. Dat lange gras kan er wel mooi uitzien, zo. Op zich gaan we dat ook wel doen. Maar ja, niet overal natuurlijk, vooral niet op het pad. Ik zit te zoeken naar een hekje, maar ik heb het gevoel, zit het er wel bij, joh, in de game? Het zal toch wel? Misschien is deze wel iets chiquer of zo, vind je niet? Ik vind deze wel chic. Gaan we even draaien, zo. Om even aansluiten dat dat bolletje op dat andere bolletje terechtkomt. Nou is dit volgens mij geen building, dus ik moet ze eventjes apart allemaal even selecteren, zo. Ik kan er wel een building van maken, hoor, dat is geen probleem. Dan ben je ook wat sneller klaar natuurlijk. Kijk, als je dit gewoon bij samenvoegt, dan is het een building. En dan kunnen we altijd nog een beetje schuiven zo. Moet dat hekje doorlopen op die rotsen? Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat die rotsen er al een soort van zorgen dat er niemand overheen gaat. Althans, dat hoop ik. Want ja, anders moet ik wat anders bedenken natuurlijk, hè. Jammer dat dit weer niet lekker uitkomt, hè. Dat is weer, ja, dat is typisch. Ja, dat heb ik ook in Planet Coaster, hoor, dat gedoe. Wacht even, is dit niet, is dit, wacht. Dit is zo'n fotomomentje. Dit is, hier moet ik zo'n ding plaatsen. Ik weet niet of dat er is, een fotomoment of zo'n ding. Je weet wat ik bedoel, toch? Zo'n wat je bij het Sprookjesbos ziet. Dat je zo'n ringetje hebt en dan kijk je er doorheen en dan is het altijd een mooie foto. Dat is altijd zo. Wacht, als ik hier nou bij verblijf, nee, bij natuur. Faciliteiten, foto, iets met foto. Nee, dan moet ik dat zelf allemaal in elkaar gaan zetten. Kijk, ik wil er een soort stalletje neerzetten hier. Nou ja, stalletje, gewoon zeg maar een zo'n overkapping. En dat ze gewoon wat dingetjes verkopen daar of zo, weet ik veel. Gewoon gezellig, dat je hier even een poppetje neerzet, een mannetje. En onder een paar van die trommels. Kijk, daar zetten we wat van die muurtjes. Dat is ook leuk. Deze een beetje schuin. En daarachter wil ik weer een paar van die boompjes neerzetten. Zo. Dan is dat een klein beetje een soort van decorstuk
hier zo, waar nog een klein showtje wordt gegeven. Of waar ze gewoon spulletjes verkopen of zo. Weet ik veel. Vind ik wel gezellig. Het is een speciale Afrikaanse plantenbak. En er moet natuurlijk ook een Afrikaans plantje in. Nou weet ik niet wat een Afrikaans plantje kan zijn. Misschien deze, maar ik denk dat die weer te groot is. Dus ik zou eigenlijk moeten kijken voor gewoon... Ja, die is ook veel te groot. Een klein, bescheiden plantje. Het is niet heel groot, maar het kan er wel in. Het is heel schattig. Ik vind het schattig dit. Ik denk dat deze erop... Ja, een klassiek bloembedbosje is dit. Het is een heel klein plantje, maar ik vind het wel leuk erbij staan. Heb je een animatronic trouwens? Gewoon een personage? Een man of een vrouw? Nee, niet dat ik zie. Dat is jammer, want dan had ik een poppetje neergezet. Of heet dat een medewerker? Misschien bij bouw. Wel een mand natuurlijk. Mand! Als ik nou zo'n... Kijk, dit is een leeuwenmasker, maar die is veel te groot. Misschien had ik wel zo'n leuk ding hier aan gedaan aan de muur. Ga ik even kijken of er iets kleiners is. Maar dit is allemaal natuurlijk van Afrika. En ik vind het wel leuk om gewoon een soort van... Ja, een logootje tegen de muur aan te zetten. Gewoon dat je kan zien van het is een beetje Afrikaans daar. Ja, zo'n bordje is leuk. Met zo'n beest erop. Gewoon gezelligheid. Dat zijn gewoon kleine decordingetjes. Ik vind het leuk. Ik denk dat vooral de sfeer in zo'n park naar voren moet komen. En ik denk dat dit best wel gezellig is als ik het zo zie. Ik moet nog wel wat bankjes toevoegen, maar dat doen we met één vingerknip. Dat begint er al veel beter uit te zien. En als je hier binnenkomt, zie je dan ook een standbeeld staan met dan een logo Dierenpark Apentrots. Ik zat even te kijken of ik misschien een scherm kon plaatsen, dat ik daarop een foto kon inladen. Maar ik heb nog nergens iets gezien waar dat kan. Ik heb wel door de objecten heen gekeken, maar ik kon geen scherm vinden om te plaatsen. Want ik heb namelijk een heel leuk logo gemaakt tijdens het maken van deze aflevering, wat je aan het begin van de video zag. Natuurlijk Dierenpark Apentrots met een logootje van een apenkoppie. En hier heb ik dan zomaar even de tekst neergezet bovenaan. Ik vind het nog niet echt duidelijk. Het is ook niet heel spannend. Ik had liever het logo willen zien, maar dat gaat helaas nog niet. Ik zal nog even een klein beetje hieraan verder bouwen. Als we nou eventjes dat dak hier... Ja, ik vind het jammer dat... Ik vind het zo simpel dit. Ik wil het nog een beetje mooier maken. Sowieso, ik weet niet of er een reling is. Zo'n pijpleiding. Dat zou mooi zijn. Ja, er zitten gewoon grote in de game. Nou, dat is apart. Die zitten gewoon standaard in het spel. Ze hebben ervan geleerd. In Planet Coaster zat het niet, maar hier hebben ze gelukkig de pijpleidingen. Zo, en dan klim je gewoon omhoog met die leidingen. Zo. Kijk, dan maak ik gewoon zo'n gootje eventjes langs de zijkant. En ik ga dat niet bij elk gebouw doen, denk ik hoor. Het ziet er wel vet uit, maar ja, ik kan beter gewoon iets anders daarvoor bedenken. Maar voor nu even een leiding. Maak het uit. Ik zat er sowieso aan te denken, omdat het natuurlijk een natuuraflevering is, om een paar van die vines naar beneden te laten groeien. Maar ik kan beter van die balkonnetjes maken. Gewoon even kijken. Ik weet zeker dat er balkonnetjes in de game zitten. Luifels. Ja, luifels. Even dat weghalen. Oh, deze zijn ook zo mooi, hè. Ja, het past helemaal niet bij de stijl natuurlijk, maar het is wel leuk om te zien. Oh, het ziet er een beetje Japans uit. Ook leuk. Oost-Azië, logisch. Ik heb hier gewoon een klassieke winkelluifel. En ik vind die ook niet storend. Wel, de kleuren natuurlijk, die moeten we sowieso aanpassen. Maar wat voor kleuren laten we terugkomen? Ik denk toch enigszins... Ja, oranje misschien, ja? Ik vind het leuk staan. Maar ik ben nog niet onder de indruk. Altijd nog gezeur, altijd. Ik ben nooit tevreden, bla bla bla. Nee, dat heet kritisch, dames en heren. Dat heet gewoon kritisch. Wacht, als ik nou een plantenbakje ophang, dat is altijd goed. Plantenbakjes... Die zijn gewoon fantastisch. Of muurdecoraties. Maar liefst een plantenbakkie. Plantenbak. Kijk, dit is een oh, dit is een hele grote plantenbak, jongens. Jeetje. Nou, daar kan je wel... wat kan je er wel niet in kwijt? Kleine tip. Als je wil weten waar het midden ongeveer zit, dan moet je hem gewoon even je beeldscherm zo houden. Dat die groene streep ongeveer in het midden zit. Dan weet je altijd dat het hier goed zit. In het midden van het raampje. Kijk, een klein beetje daarheen. Nog niet. Klein beetje zo. Ja, dat is beter. En dan vaak zit het dan wel goed. Het zit wel snor. Toch nog even met planten af te sluiten. Even bloemetjes selecteren. Bloem. Kijk, dan plaatsen we gewoon wat bloemetjes. Die, ik weet niet welke kleur trouwens. Ja, deze is al standaard paars. De waaierbloem. Ik weet het nog niet. Maar ja, het is in ieder geval anders dan eerst. Het liefst heb ik ook zeg maar van die luifels die dan niet open zijn geklapt. Dat had ik in Planet Coaster ook niet. Dan wil je eigenlijk ja, toch allemaal van die luifels hangen bij de ramen. Maar dan, je moet ze allemaal, ze zijn allemaal uitgevouwen. Ze zijn nooit dat je, ja. Dit was de aflevering voor vandaag. Laat vooral een duimpje achter en volgende keer zijn we zeker weten terug met een nieuwe aflevering van Planet Zoo. In natuurlijk Dierenpark Apentrots. Ik hoop dat je dan weer terugkijkt naar het vervolg van deze serie. Doei doeg!